Hoi hoi, met Stefania van Jeresmi Blue. Voor vandaag ga ik een pistache taco pie maken. En voor dit heb je nodig bloem, 4 eieren gesplitst, dus eigeel en eiwit apart, bakpoeder, water. En ik heb mijn suiker verdeeld in 2 delen, want je hebt eentje nodig voor de eigeel en eentje nodig voor de eiwit. Maar ik ga eerst beginnen met het eigeel gedeelte. We gaan daarbij de suiker met de eigeel kloppen. En dan gaan we de bloem zet hem eventjes aan de kant. En we gaan nou de eiwit dan
bak ze voor 10 minuten op 180 graden. En dan gaan we verder met de vulling, de pistachevulling. Zet ik nu in de oven, 180 graden voor 10 minuten. Voor deze vulling, voor de taco, soft cannoli. Mijn kinderen vinden het op taco lijken, dus we noemen het taco's. Voor de vulling heb ik pistache pudding. Ik heb de sugar free en fat free. En je kan ook gewoon de normale gebruiken. Die heb ik ook. Maar ik ga de suikervrije, vetvrije pakken. Smaakt net zo lekker als deze. Dus. En je hebt melk nodig. Eigenlijk heb ik 2 cup melk nodig, maar omdat ik het iets voller van smaak wil, doe ik ook een pakje slagroom, klop slagroom bij. En dan ga je hem kloppen totdat hij wat dikker is. Pudding is klaar. En dat zijn ze. Nou, dat was het dan. De pistache tacos. Lekker, een leuk ideetje voor Pasen. Als toetje of als hoe we weer bezoek mogen hebben. Hopelijk ga je het proberen. En ik zou zeggen tot de volgende baksel. Hope you enjoy it. Tot de volgende keer. Like en subscribe down below.